op de fieten bent. Pas erop, kom maar. Ja, een applaus voor de band! Het programmaatje beginnen vanavond.
het is wel maar het officiële gedeelte. Dan is het zo. Piet, kom aan de zijkant. En dan Piet, even rustig. En jij komt straks aan de beurt. Het is natuurlijk zo dat het niet vanzelfsprekend is dat u iedere 5 december maar naar Barendrecht toe komt. En dat doet u al ontzaggelijk veel jaren. Is dat 40 jaar of zo? Ja, zoiets is het zeker wel. Kijk, en ik blijf bestaan zolang Holland blijft bestaan. Wij vonden het zo leuk om met vanavond de koekjes wat ik over de hand heb. Want u bent morgen jaren, dan krijgt u heel veel cadeaus. Maar vanavond krijg ik een paar koekjes. Dat er zo perfect uit. En ik zie nooit een Sinterklaas vrouw. Nee. Dus u moet om u een enorme verzorging. Ja, kijk, een bisschop is niet getrouwd, maar die heeft een huisarts. En die huisarts wil ik alleen hier. Zie je wel? Ja. Applaus voor de huisarts! Ja, weet u. Ja, zij verzorgt niet alleen Sint-Nicolaas, maar ook de Pieterpakker. En noemt u maar op. Van kraag tot pentie. U weet wat ik bedoel. Ja. Ik vind dat heel leuk, Sint-Nicolaas, dat u zelf dit aankondigt, want het was natuurlijk een beetje een introductie wat ik deed. Maar ja, voor hetzelfde geld was ze zo ver weggevroren dat Piet ze van boven had moeten halen natuurlijk. Maar in dit geval was dat niet noodzakelijk. Maar die verzorging is wel heel belangrijk, want ik heb heel dichtbij meegemaakt wat er allemaal voor komt kijken. En dat zou toch wel echt heel perfect worden, dat het jaar zo fantastisch en professioneel gebeurt. En daar is natuurlijk heel veel dank aan. Beste Sint, zo'n 42 jaar geleden heb je de rol van Sinterklaas ter hand genomen. Je draaide in je handen niet voor. Hoeveel kinderhandjes heb je geschud in al die jaren? En hoeveel kinderhandjes gevuld? Je hebt hand- en spandiensten verricht bij de organisatie van dit jaarlijks terugkerend feest. En daarbij leidde jij je eigen Pieterschaar met vaste hand. Naast al die kleinigheidje als je dit ziet gaan naar de Duitse Spanje. Piet, maak dat eens even open. Aan de andere kant. Zo ja. Ja, hoop maar goed. Blij de Piet even voor je zin. Ja. Ja, mag jij het papier bewaren? Oh, zie ik nog niks, Piet? Nee, het kan ook papier, hè? Nee. Het is me genoegen dat ik vanavond hier mag zijn, Sinterklaas, want ik wilde u even spreken. Een paar weken geleden hebben we elkaar ontmoet. Dan bent u aangekomen in Barendrecht. Heel snel vanuit Schiedam bent u hier naartoe gekomen, ja, Sinterklaas. Dat doet u al vele jaren lang in Barendrecht. Ja, meer dan 40 jaar volgens mij al. Geeft ze cadeaus, praat met ze, u bemoedigt ze, u geeft ze weer hoop, u troost ze een beetje, u maakt ze weer blij. En Sinterklaas, dat is niet onopgemerkt gebleven in Barendrecht. U geeft altijd, maar we vonden het leuk dat u vandaag iets krijgt. Voordat u weer naar Spanje gaat, vonden we het een gemeentelijke waarderingsspeld uitreiken. Ja, dames en heren, bedankt. En die waarderingsspeld, Sinterklaas, dat is een gemeentelijke waardering. Dat is een zilveren speld die uitgereikt wordt door de gemeente Barendrecht aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in onze mooie gemeente. En u, Sinterklaas, hoort tot die groep. U hebt zich geweldig verdienstelijk gemaakt de afgelopen jaren. We zijn heel erg trots op u dat u dat belangeloos vele jaren hebt gedaan. En daarom is voor u vanavond de gemeentelijke waarderingsspeld die ik nu bij u ga opspelen. Ja, misschien mag ik dan toch, voordat u die opstelt, even wat zeggen. Want ik kan dat natuurlijk nooit alleen, want die Pieten hebben mij natuurlijk enorm ondersteund. Nou, en mee, als ik die dadelijk opgespeld krijg, dan is die ook een beetje voor de Pieten toch wel. Ja, absoluut. En hip hip hoera voor de Pieten. Hip hip hip. En ik wil de Pieten daarvoor heel veel dank zeggen. Keur.
En daar hoort ook een mooie oorkondewerk. Daar komt hij aan. Dus die moet u thuis aan de wand hangen. In uw mooi bisschoppelijk paleis. Alsjeblieft. Wel. De vrienden en de vriendinnen hebben het besluit genomen om op 5 december 2009 Ine Hoijmeijer Looijen het eremetaal in goud te verlenen voor de buitengewone toegevoegde waarde. Vele jaren verleend aan Sinterklaas. En dan applaus! Ja. Alsjeblieft. Kijk eens, bij deze oorlog, want je hoort daar bij. Mooi. We gaan heel subtiel zingen. Dus die grote mond even weg en heel netjes zingen. Sinterklaas is jarig. Dat is de tekst, de eerste zin. Sinterklaas gaat stoppen. Zijn we er klaar voor, Pieter? Ja! Hadden we hier ook? Nee! Ja, Sinterklaas heet. Oké, daar gaat hij dan. 1, 2, 3. Sinterklaas gaat stoppen. Wat is dat een strop? Maar na 40 jaren was de koe weer vol. Weg met alle dozen, ruim de zolder op. Wat zal het nu leeg zijn? Het is net een bol. Oké, ja, heel goed. Lukt het allemaal? Ja! Goed, gaan we naar het tweede couplet. Oh. Hey, 40 oude jaren. Sint kwam op zijn paard aan, was zelfs met een boot. Open open auto, buggy of heel groot. Maar niet meer per trein, dat was echt niet fijn. Liep daar echt een hulp Sint en hij was te klein. Oké, even een lofpauze. Sint is er weer. We gaan naar 4. Na zo'n 40 jaren, handen geven maar, 3000 per jaar, want hij op zwarte handen ja heel vaak. Bij een lastig ventje was zijn hand vaak raak. En van het vallen, hebben we hem? Ja, mooi. 5, daar gaat ie. Dat een jaar maar niets is, dat weet deze Sint. Menigmaal vertelde hij dat aan een kind. Maar na 40 jaren is het wel genoeg. Nu echt lekker stoppen na al dat gezoeg. Wat heb jij een mooie nieuwe winterjas.
wat moet je zeggen? Verzin niets origineels. Steeds dezelfde uitspraak klonk ook best wel speels. Daar kwamen ze pieten, wij genoten veel. Ook degene die huis houdt, danken wij geheel. Super al die uren, maken stromen steun. Het was echt geweldig, sluit de deur met een dreun. Even pauze, er komen er nog twee aan. Zijn we er klaar voor, Pieter? Ja! Nina! Geniet van alle vrienden, winkels en de kist. Voor ons was het sinds in een perfecte gids. Volgend jaar maar hopen op een nieuwe Sint. Ik hoop dat Col en Ida een hele leuke vindt. En laatste. Hebben wij nog eenmaal samen een glas. Om jullie gezondheid, ouderdom al ras. Doe nu maar je baard af, want zin is weg af. Als je nu terugkijkt, was je graag een maf. Dag Sint. Ho, blote benen. Nou, mooi hè? Zijn de douches vol? Ja. Maar wel, ook een leuk. Ze zijn er nog twee deze wassen. Ik hoop. Ja. Ik zei al, laat ze morgen maar een ander zoeken. Nee. Ga maar lekker een borreltje drinken. Leuk hè, zo hè, vind je niet? Ja. Nou. Fantastisch man. Nee, maar die jongens gaan worden zo gewassen. Er komen een paar vaders en een paar moeders. Dus, Oké. Nou, jij hebt de sleutel? Ik heb de sleutel. En hier laat ik wel wat dingen achter, zeg maar. Boven heb ik de stoel toe weer opgeruimd. Oké. Was er nog over? Ja. Een halve zak over. Dus dat gaat goed. De schuimpjes waren er nog over die we vandaag. Ik ga hem morgen ook weer nemen. En laat je koffer ook maar even hier. Hier ben ik wel alles hier. Ja. Dus ze gaan allemaal naar je huis? Nu. Nou, allemaal weet ik niet. Wel veel. Lekker gevoel, hè? Ja. Dag Sinterklaasje, dag!